De beurt is nu aan Nick en Damien. In Leiden staan de best friends samen in de zaak. Al een jaar zetten ze de heerlijkste gerechten neer. Het is heel heet. Heel netjes. Je hebt een topcollega. Vind ik echt. Ja, ik jou ook. Nick is een echte gastheer. Alles moet netjes zijn. Als de klant maar tevreden is, dan is hij dat ook. Als kind was hij altijd een vrolijk ventje en het enthousiasme heeft hem ver gebracht. Vandaag de dag wil hij alles perfectioneren. Een mooi streven. Netjes. Ja, niks te doen. Damien heeft autisme en hij is net als zijn vriend Nick een perfectionist van de bovenste plank. Hij staat nu een jaar in de keuken en dat doet hem goed. Vroeger was Damien een ingetogen jongen die het liefst alleen ging vissen. Maar hij heeft veel geleerd en pakt alles aan. De mannen gaan vandaag knallen. Ze maken gamba's met verse groenten en noedels. Volgens hen de perfecte combinatie. Ja. Als het water weer goed gaat koken... Als het water kookt en dan... Dan is het gaar. Is het gaar? Het werkt echt als een team samen. Ja, klopt. Power. Ja. Nou, en gewoon... Teamwork. Power teamwork samen, echt. De vrienden zijn bijna klaar, dus het is weer tijd voor mij om de gasten op te halen. Waar gaan jullie op letten vandaag? De sfeer is... Ja, ook ja. En eten wat mooi is gedekt is. Ook nog smaak? Ja, smaak ook wel, ja. Heb je zin in? Tuurlijk heb ik er zin in. Dat zeker. Dan. Nick en Damien zijn helemaal klaar voor het charme-offensief. Jullie een jas aannemen. Ik ga jullie een plaats aannemen. Ja, dat is goed. Dank je wel. Alsjeblieft. Hij doet goed. Hij doet het heel goed. Ja, zeker. Netjes hoor. Alsjeblieft. Dit is ook wel goed, ja. Heel mooi. Omlopen ook. Ja. Wij vonden ze heel erg vriendelijk, en lief. Open waren. Ja. En we voelden gewoon ons thuis met die mensen dan. Zullen we wel even uitkomen? Gastheer Nick maakt een goede indruk. In de keuken moet ook Damien zich flink in het zweet werken om de noedels op tijd af te krijgen. Ik mag het werk, ja, hard, joh. Even voelen hoor, even voelen. Ja, kletsnat. Dat dacht ik al. Kletsnat. Hoe belangrijk is dit nou voor je? Ja, heel belangrijk eigenlijk wel. Heel leuke baan. Super. Echt. Eerst dat ik, vroeger had ik helemaal niks meer koken, maar toen ik het eenmaal toch hier kwam, vond ik het super. Maar als ik niet beter zou weten, dan zou ik echt denken van, er is helemaal, je hebt helemaal geen beperking. Jij bent gewoon... Dat heb ik wel eens vaker gehoord. Dat heb ik vaker gehoord. En toch heb ik autisme en ADHD, dus dat... En dat allemaal door elkaar? Ja. Maar autisme en ADHD, hoe uitzicht dat dan? Moet je dan medicijnen slikken? Of, ja. En wat doen die medicijnen met jou? Nou, die pillen die houden mij rustig. Dus dat is wel de bedoeling. Maar ook weer niet te rustig, merk je? En die druppels die moeten zorgen dat ik een beetje, ja, niet opeens zo wat boos word als er wat misgaat of zo. Ja. Oh, jij kan boos worden? Ik kan ook boos worden, ja. Dan moet er zorgen als de dingen niet misgaan, dat ik dan niet gelijk aan mijn dakpan ga hier. Nou, Maar dat gaat goed? Dat gaat heel goed tot nu toe. Gambas, ja. Gambas, ja. Het zijn grote garnalen. Een groot garnaal, ja. Klinkt wel lekker. Garnalen, oh my god, dat lees ik echt niet. Ik wel. Dat hoef je niet te eten, hoor. Echt niet. Als je het niet hoeft, dan hoef je het niet. Oké, is goed. Ik heb eigenlijk nooit op, eigenlijk. Nee. Maar... Het moment van uitserveren is aangebroken. De gasten zitten vol spanning, want ze krijgen iets wat ze niet dagelijks eten. Oh, dank je. Heerlijk. Dank je wel. Toppie. Ziet er goed uit. Met noedeltjes. Mijn collega heeft een gamba's gebakken. Noedels heb gekookt en groenten. En de los bij je zit erbij. Ik heb een beetje doorheen gemengd. Zit er toevallig ook peper in? Sambal, eigenlijk. Sambal.
Weet zeker? Ja. Wauw. Wow. Oh. Het is wel lekker hoor, ja. Het is wel lekker. Dat is niet, ik ga gelijk aan het drinken. Ja. Ik had het gevoel dat ik een beetje te veel sambal in had gedaan, te veel knoflook in had gedaan, wordt het heel pittig van. En dat bleek ook wel waar te zijn, maar ja. Nou, dankjewel. Het smaakt wel. Wauw. Ze hebben hun best gedaan. Ja, ze hebben zeker mijn best gedaan hoor. Maar wat vind je niet zo lekker aan de gamba? Huh? Hou je er niet echt van? Ja, de rest vind ik wel lekker, maar deze niet. Ja. En dan is er nog iets wat ze niet kennen. Koekroek. 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 Ja. Of koekpoek. Ja. Koekroek. Voor het dessert hebben de heren ook niet voor het makkelijkste gekozen. Schuimtaart met ijs en rode besjes. Gelukkig kan Nick zijn vriend een handje helpen. Zolang je met chill en rustig blijft in de keuken en ook in de bediening gaat het allemaal goed. Ja. Ik kan het niet misgaan eigenlijk. Ja, ik kan het echt man. Wow. Zo chill. Zo chill. Echt chill. Ah, lekker. Zijn een beetje aan elkaar gewandeld die taartjes? Oh, maar niks uit je helemaal. Deze toch op, dus. Oh. Dankjewel. Het is echt heerlijk, hè? Heerlijk, man. Super. Het is heerlijk. Ja. Ik had toch nog ietsje kleiner borden genomen. Ja. Ja. Ik denk het ook, ja. Ietsje kleiner. Maar de taart was wel lekker, maar ik vond hem wel een beetje... Het zag er niet echt mooi uit, de taart. Oh. Zeker bij die taart. Dat was aan elkaar gevallen. Nou, een stukje, waren een beetje stukken. Maar ja, dat had ik echt het gevoel van... shit, ja. Ja, de lat ligt hoog en het is nog niet voorbij voor Nick en Damien. Er komt ook nog een BN'er een hapje eten. En deze is niet op zijn mondje gevallen. Nou, wat een gezelligheid hier, zeg. Goedemiddag. Oh. Wat een leuk restaurant is dit. Gerard Joling. Nou, wat gezellig. Hi. Gerard. Hi. Hi. Gerard. Leuk. Gerard. Ik wist het! Zei ik toch? Hoe is het? Alleen heel jammer dat hij niet in zijn glitterpakje kwam. Ja. Kijk, is het in plaats? Nou, dankjewel. Ja, helemaal tevreden, helemaal te gek. Ik ben helemaal tevreden. Oké, het voelt ook als het naar zijn gegeven moet worden. Hyper. Ja. De mannen gaan als een echt team weer aan de slag. In het restaurant zorgt Charity voor het vermaak. Even kijken, daar komt hij. Dan gooi je even goede bier erin, dan gooi jij de beuk erin. Kom maar, zit. Echt knap, hoor. Zo, hé. Nou, dat is toch niet normaal? Jeetje, ook ga eten. Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Hartelijk dank. Ja, eet smakelijk inderdaad. Gamba's teriyaki. Nou, ja, gamba's teriyaki. Wat gezellig zeg. Ja, eet smakelijk. Super. Ja, ik heb... Gerard, jou lekker langs, joh. Ik heb een te stouteren. Ik ook eigenlijk wel. Ik kom even gezellig bij jullie zitten, als jullie dat goed vinden. Ja, super. Wat een gezelligheid. Nou, ik begin nog aan het hoofdgerecht. Jullie hebben al het nagerecht gehad. Heerlijk. Ja, ik kan het echt niet beter maken zelf. Maar is koken ook je hobby? Of? Ja, Goren kan wel goed koken. Ja? Ik wou zelf in Aalsmeer, maar als ik daar één ei bak, dan valt de stroom uit in het hele dorp. Dat moeten we niet hebben. Dat is niet zo. Veel kan Gerard niet eten. Nu is het zijn beurt om de gasten te entertainen. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Blijf bij mij. Mooi, hè? Nu ga jij huilen, schat. Hoe kan dat nou? Ik wist niet dat ik zo lelijk was van dichtbij. Ik vind het juist zo mooi. Ach, goed, lieve. Ja, heel mooi. Ach.
ik vind het echt heel mooi, sorry. Oh, wat lief. Dat vind ik heel lief. Ik vond Gerard Joling zo mooi zingen. Gewoon een hele mooie stem, maar... Ja, ik weet niet. Alles ging er opeens uit. En, ja. Nou, ik ga geen noot meer zingen. Wat zit hier dan met allemaal huilende mensen aan tafel? Sorry. Kijk, als Gordon begint te zingen en iedereen begint te janken, snap ik het wel. Eigenlijk snap ik het niet, hoor. Ah, wauw. Oh, wat lief. Je bent ook een schat, ook die. Het lijkt op een droom die echt, echt gebeurt. Dat je echte mensen ziet, maar dan dat het een droom is. Dat, ja, dat kan ik me nog niet echt beseffen. Ondanks de tranen moet er ook nog nagedacht worden over een cijfer. Wat vonden jullie van het eten? Het smaakte lekker, maar het was een beetje te veel. En ik kon het gelijk niet allemaal op. Dus, ik ook niet, nee. Maar de smaak was goed. Ja, maar de smaak was ook goed, ja. Charity en Martijn moeten ook hun ongezouten mening geven. En dan hebben we nog de bediening, hè? Hoe ging dat eraan toe, de bediening? Ja, heel goed. En hun pakken gewoon onderkant gewoon vast. En zo neerzetten. En hun gaat één stap achter. Zegt, drink smakelijk, eet smakelijk. Dus ze was eigenlijk helemaal perfect? Ja. En ook Gerard heeft zijn oordeel klaar voor de vrienden Nick en Damien. Helemaal gezellig. Zullen jullie een beetje gespannen? Ja. Ja, heel erg. Heel erg gezellig. Oh jee, oh jee, oh jee. Ze zeggen, we staan erin. Zullen we gaan we in? Derde, Emre. Wat vonden jullie van het eten? En vooral, daarna welk cijfer hebben jullie gegeven? Wij vonden het eten heerlijk. Heerlijk, hè? We hebben 8,5 gegeven, ja. 8,5 voor het eten. Ja. En de bediening? Wat vonden jullie daarvan? Ook een 8,5. Dus in totaal een 8,5. Wow. Hartstikke goed gedaan. Oeh. Dat is een hoog cijfer. Dat is één, dat is één. Dat is een hoog cijfer. Martijn, Charity. Voor de bediening een 8. Ja. En... Voor de eten. Bediening had je een... 9,5. En in totaal hadden jullie het afgerond? Een 9. Wow. 9,5. Ik vind te gek. Ja, het is toch super? Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar er is nog iemand hier die hier heeft gegeten. Gerard, wat vond je van het eten en de bediening? Ik vond het en gezellig. We hebben vreselijk gelachen ook. En toen kwam het eten waar het uiteindelijk om ging. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, hè? Een mooi bord, het was goed opgemaakt, een goede portie. En ik wil je wel heel hartelijk bedanken. Voor het koken en de bediening en de gezelligheid. Goed. Mag ik hem hebben? Natuurlijk. Top. Wij vonden het super vandaag. Ja. Gezellig. Klopt. Leuk. Ja, goed samengewerkt. Het is gewoon een super dag. Dat wordt spannend. Damien en Nick staan nu gelijk met Derder en Emre. Ze krijgen allebei een 8,7 gemiddeld. Maar er kan nog van alles gebeuren, want het cijfer van de BN'er is nog niet bekend. En Martijn en Charity moeten ook nog aan de bak. In het Zuid-Hollandse dorpje De Lier werken Martijn en Charity samen. Martijn werkt al 11 jaar in de horeca en had één doel. Hij wilde barman worden. En door hard werken is dat gelukt. Martijn is de helft van een tweeling. Als hij 3 jaar is, merken zijn ouders dat hij wel heel veel trilt. Ondanks dat het